stokje van de wijs. Als ik nu een derde bieder krijg, gaat het horloge eruit. Ik heb nu een tweede bieder aan boord en ik ben tot 15 gulden gekomen. Bied mekaar nu weg, meneer. Ik sta er 15 gulden. Drie bieders, hou ik woord, gaat de klok eruit. Wat heb ik je gegeven? 17 cents klein band. Antimagnetisch, shockvrij, radar getest. Garantie op de klem, als de klem breekt, nieuwe klem. Uurwerk niet goed, nieuw uurwerk. En één kleurverschil erin. Een wit plekje, klok terugbrengen. En nu de vraag. Wat kan ik meer krijgen dan 15 gulden? Wie meer dan 15 gulden? 20 gulden. Dat is het derde bod. Nou kan je elkaar wegbieden met een halve gulden gulden. Rijksdaalder 15 gulden. Je mag ook knikken met je kop. Eén knik een piek. Twee knikken 2 gulden. Twee knikken en een halve knik een riks. En verduwel dat je door blijft knikken, kom je in een papillon 3 terecht. Hé? Wat kan ik meer krijgen dan 2 tientjes? Ik heb die armen verkocht voor 3 gulden. Ik heb ze nou verkocht, die maar mag ik terugbeten voor een gulden. Maar ik heb het u eerlijk gezegd, er is geen volk wat je zo makkelijk kan besooien met de rest in Amsterdam. Want als u naar de HEMA gaat, zien ze staan, die servetringen. 6 voor 2 kwartjes en die verkoop ik jullie nou voor 3 gulden.